Namelijk dat er meer dan 1 miljard transistoren per persoon op aarde zijn. En die dingen die kosten bijna niets. Ik kan me nog een tijd herinneren toen ik in Delft elektrotechniek studeerde, dat ik een transistor kon aanpakken met mijn handen. Vandaag de dag kunnen we ze niet meer zien. En ik kan u verzekeren, ik ben niet zo oud. Dat is echt niet zo lang terug. Vandaag de dag zijn er meer dan 30 miljard RFID-tags in roulatie. Dat is bijna 25 keer meer dan 5, 6 jaar terug.